In tegenstelling tot Germinal Beerschot gaat het Antwerp wel voor de wind. Nadat het Lokeren uitschakelde voor de beker, kon het gisteren voor het eerst in 2 jaar winnen op het veld van Virton. Virton, dat is wel geteld 232 kilometer van hier. En toch maakten ook gisteren weer vele Antwerp-supporters die verplaatsing. En u zag het ongetwijfeld al in ons nieuws dat enkele van die supporters dat moesten bekopen. En dat wel met verwondingen nadat een deel van de omheining het liet afweten. Wel, en na de wedstrijd ging nog een deel van de omheining naar beneden. En ook de perstribune kon de belangstelling en de belasting niet aan. Onze ATV-camera werd daarom op een niet al te beleefde manier verbannen naar beneden. Ze kunnen zich daar in Virton misschien eens afvragen of ze tweede klasse extra sportief dan wel waardig zijn. In elk geval moesten ze gisteren sportief ook onderdoen. Virton Antwerp werd 0-2. In het pittoreske Virton, waar de huizen groter zijn dan het stadion en de perstribune te klein is, is het 20 minuten wachten voor het eerste Antwerpse gevaar. Gibson met een goede vrije trap, Evans past goed terug en Verbiest duwt zonder twijfelen de 0-1 binnen. Na dat doelpunt blijft Antwerp komen, goede bal van Di Gregorio, Campbell komt net te laat. Wat later weer Gibson met een vrije trap, Simpson verlengt, maar Verbiest besluit ditmaal naast. 5 minuten voor de rust bereikt Suleiman dan Di Gregorio, zijn vluchtschot gaat net over. Wat later laat Di Gregorio zich nog eens opmerken, deze tackle wordt bestraft met een gele kaart, het is een tweede, dus rood. Antwerp nog 1 helft met 10. Maar ook met 10 man is Antwerp de betere ploeg, Dongs schot gaat voorlangs. Suleiman zet zich hier knap door, doelman Habé is echter bij de pinken. Daarna wordt de wedstrijd grimmiger, getuige een harde tackle van Campbell. Wat later wordt diezelfde Fraser Campbell ook hard teruggepakt, poets wederom poets. Invaller Thompson vindt zoiets niet kunnen en trapt buiten beeld na. Een opstootje en een rode kaart zijn het gevolg. Thompson mag zich na 5 minuten gaan douchen. Tegen 9 man is Virton eindelijk gevaarlijk. Eerst Godard, dan Barsin, maar Suleiman voorkomt het doelpunt. Dan treft L'Espagnard eerst het hoofd van Evans en wat later de lat. Maar in de 85ste minuut komt het verlossende doelpunt voor Antwerp. Goeie corner van Suleiman. Olguin kopte naar de vrijstaande Dong en de 0-2 tegen de netten. Antwerp wint zo verdiend deze moeilijke en vooral verre verplaatsing naar Virton. Dan in de tweede helft komen we daar nog met 9 man te staan en dan kunnen we nog scoren. Ik denk natuurlijk wel dat de manier waarop we scoren, dat is wel een beetje belachelijk voor de verdediging van Virton. Maar kom, het is 2-0 en dan kunnen we rustig afbouwen natuurlijk. I'm just proud of the lads, the way they've rolled the sleeves up and fought for one another. Tremendous spirit, you know, from start to finish, I thought. Door deze overwinning springt Antwerp over Union van plaats 3 naar plaats 2. Union verloor vanmiddag met 1-0 van Deinzen.